Dag allemaal, ik ben Caroline en ik heet jullie van harte welkom op dit webinar van SD Works. In dit korte webinar wil ik met jullie even door het sectorakkoord in paritair comité 116 gaan en de belangrijkste krachtlijnen hiervan even toelichten. Wat zijn de belangrijkste krachtlijnen van dit sectorakkoord? Eerst en vooral wordt er logischerwijze iets gezegd over de maximale koopkrachtverhoging met 1,1%. Daarnaast wordt er iets gezegd over de einde loopbaanmaatregelen. Ook de work-life balance komt aan bod. Er wordt iets gezegd over opleidingen en over bestaanszekerheid. Eerst en vooral de koopkrachtverhoging met 1,1%. Wat zegt men hierover? Er is een verhoging van het bruto minimum aanvangsuurloon en bruto minimum uurloon vanaf 12 maanden anciëniteit met 0,12 eurocent vanaf 1 juli 2019. Vanaf begin 2020 komt hier nog eens 0,08 eurocent bij. Studentenarbeid, daar wordt ook iets over gezegd. Namelijk vanaf 1 januari 2020 bedraagt het bruto minimum aanvangsuurloon 11,65 euro. En wat betreft de verhoging van de minimum ploegenpremies, is hier een verhoging met 1,1% vanaf 1 juli 2019. Wat betreft de invulling van de loonnorm van 1,1% is het zo dat in de ondernemingen in paritair comité 116 er vrije onderhandelingen gelden. Dus de ondernemingen kunnen perfect ondernemingsakkoorden gaan sluiten en daar de invulling gaan voorzien van die 1,1%. Worden er geen akkoorden gesloten, dan ben je een zogenaamde niet geconventioneerde onderneming en dan zullen de effectief uitbetaalde lonen worden verhoogd met 1,1% vanaf 1 januari 2020. Wat betreft de einde loopbaanmaatregelen, daar is er een verlenging van het stelsel SWT, het vroegere brugpensioen, vanaf 1 januari 2019 tot en met 30 juni 2021. Hoe ziet dat er nu uit? Voor de zware beroepen in het generieke stelsel bedraagt de leeftijdsvoorwaarde 59 jaar en de loopbaanvoorwaarde 35 jaar. In het specifieke stelsel is de leeftijdsvoorwaarde 59 jaar en de beroepsloopbaan 33. Voor de lange loopbanen bedraagt de loopbaanvoorwaarde 40 jaar en de leeftijd bedraagt ook hier 59 jaar. Dan, wat betreft de landingsbanen, daar zijn de sectorale afspraken voor 2019 en 2020 als volgt. In de categorie van de zware beroepen en de lange loopbanen kan je je prestaties met 1 dag per week gaan schorsen, dus naar een 1/5 landingsbaan gaan, vanaf de leeftijd van vanaf 55 jaar. De leeftijdsvoorwaarde ligt op 57 jaar als je je prestaties halftijds wil doen schorsen. Het sectorakkoord specifieert ook nog dat in het kader van het gemotiveerd tijdskrediet voor 2019-2020 er een maximum aantal maanden geldt van 51 maanden voor zorgmotief en 36 maanden voor het opleidingsmotief in een voltijdse of in een halftijdse vorm met een anciëniteit van 5 jaar. Wat betreft de landingsbanen zonder uitkeringen, daarover zegt het sectorakkoord dat dit mogelijk is voor loopbanen met minstens 28 jaar, wanneer je arbeidsprestaties 1 dag of 2 halve dagen per week gaat schorsen, vanaf de leeftijd vanaf 50 jaar. Dan heeft men ook bij wijze van experiment de zachte landingsbaan ingevoerd op het niveau van de sector. Wanneer een werknemer overgaat van een vol continu of een nachtregime naar een dagregime, zou dit mogelijk zijn met uitdrukkelijk akkoord van de werkgever vanaf de leeftijd vanaf 55 jaar. En men voegt hier ook nog bij dat er een compensatie zal worden gegeven voor het verlies aan de ploegenpremies en dat verlies zal worden gecompenseerd door een percentage al naar gelang uw anciëniteit. Wat betreft de opleidingsinitiatieven, dat is iets dat er is gekomen sinds de wet Wendbaar Werkbaar Werk, waar de sectoren aanzet waren om hier bepaalde initiatieven in te gaan nemen. Dat is men nu ook gaan concretiseren in het sectorakkoord. En men zegt daarover dat er gemiddeld 4 dagen opleiding per jaar per fulltime equivalent moeten worden gegeven of georganiseerd worden. En dan nog tenslotte de bestaanszekerheid. Men spreekt van een aanvullende werkloosheidsuitkering vanaf 1 juli 2019 van 11 euro per dag gedeeltelijke werkloosheid.
En daarnaast wil ik jullie ook nog meegeven dat er sprake is van een vergoeding ten laste van de werkgever bij ontslag omwille van economische of technische redenen. En die vergoeding die is verschillend al naar gelang het aantal jaren dienst. Na 1 jaar dienst is dat €70, na 2 jaar dienst €140 en na 5 jaar dienst €200. En daar komt ook nog eens €20 bij per jaar na het 5e jaar dienst. Ziezo, dit waren de belangrijkste wijzigingen en krachtlijnen van het sectorakkoord. Ik hoop dat dit al voor wat verheldering heeft gezorgd en daar is er mij alleen jullie nog veel succes toe te wensen.